Perine schrijft maandelijks een column over huidverzorging in de weekendkrant De Groene Venen. Microdermabrasie is een perfecte voorbehandeling voor verschillende behandelingen. Microdermabrasie bestaat uit verschillende onderdelen. Het beste is altijd om eerst te beginnen met een vacuümzuig. Het belangrijkste is om te weten dat de vacuümzuiggedeelte ervoor zorgt dat er bloedstimulatie wordt aangezet. Daardoor krijg je een mooiere doorbloeding en wordt de conditie van de huid al wat verbeterd. Tevens zorgt het vacuümzuiggedeelte ervoor dat daarna de echte microdermabrasie beter kan gaan werken. Het microdermabrasiegedeelte wordt gedaan door middel van aluminiumoxidekristallen. Dit zijn hele fijne kristallen die als het ware als een soort nevel over de huid heen gaan en die ervoor zorgen dat de dode huidlaag zachtjes, maar ook soms heel intensief van de huid worden afgehaald. Wat je heel mooi kan zien is dat de doorbloeding op komt zetten en dat geeft de roodheid op de huid. Als je goed kijkt zie je hele fijne kristallen op de huid zitten. Nu worden de kristallen weggehaald, evenals de dode huidcellen die van de huid zijn losgekomen door die aluminiumoxidekristallen. Het resultaat van de microdermabrasiebehandeling is dat je naast een hele schone huid ook echt verbetering in het weefsel krijgt. Als het hele gezicht is behandeld, gaan we beginnen met de nabehandeling. Een van de nabehandelingen van microdermabrasie is iontophorese. Een andere optie is bijvoorbeeld spierstimulatie. Spierstimulatie, het woord zegt het eigenlijk al, gecombineerd met rood licht, zorgt ervoor dat de huid extra wordt gestimuleerd. De nabehandeling van microdermabrasie is eigenlijk net zo belangrijk als de behandeling zelf. Essentieel is dat je met een werkstofcomplex gaat werken wat in ieder geval heel sterk vochtregulerend werkt. Kortom, de microdermabrasie is een perfecte behandeling voor het voorjaar, najaar, maar ook zeker voor de wintermaanden als die op een goede manier wordt uitgevoerd met fijne aluminiumoxidekristallen en waarin de nabehandeling zowel in de salon als thuis echt goed wordt uitgevoerd. Volgende maand behandelt Perine een nieuw onderwerp.